Ben je geïnteresseerd in de mens en het recht? Spreken thema's als arbeid en inkomen, criminaliteit en veiligheid en schulddienstverlening je aan? Dan is de opleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening misschien iets voor jou. Je werkt met wet en regelgeving. Daarnaast krijg je vakken waarin je leert om met mensen te communiceren. De opleiding SJD leidt studenten op om cliënten tot hun recht te laten komen. De opleiding SJD gaat over wet en regelgeving die je op een begrijpelijke manier aan de mensen moet kunnen overbrengen. De opleiding SJD gaat eigenlijk over het Nederlands rechtssysteem en de mensen die daar dan problemen mee krijgen of hulp bij nodig hebben. En wij helpen ze daar dan bij. Bij onze opleiding leer je eigenlijk mensen bij te staan met behulp van het recht. Daar word je een beetje voor klaargestoomd. Amsterdam is een grote stad. Er wonen veel verschillende mensen, dus er doen zich ook veel verschillende problemen voor. Het is dus de ideale plek om praktijkopdrachten uit te voeren. Zo heb je in het eerste jaar wonen en leefbaarheid als blok. En dan wordt er ook gekeken naar de woningmarkt in Amsterdam, hoe je die eventueel weer open kan krijgen. Je moet ook onderzoeken gaan doen naar bepaalde buurten in Amsterdam. Dus ja, Amsterdam staat wel centraal in de opleiding zelf hier. De belangrijkste karaktereigenschappen van een SJD'er zijn dat je met cliënten wilt werken, met mensen werken. Goede beheersing van de Nederlandse taal en het feit dat je ook sociaal-maatschappelijk ingesteld bent. Eigenschappen van een SJD-student zijn goed met mensen kunnen werken, het leuk vinden om te puzzelen op juridische vraagstukken, goed zijn in taal, ja, recht is ook een taalopleiding, en daarnaast ook maatschappelijk betrokken zijn bij mensen. Je moet leergierig zijn, de wetten veranderen, de maatschappij verandert. Je moet bij willen blijven, ook na het halen van je diploma. Houdt het leren niet op? Ja, dat je weet wat je met problemen en met bepaalde mensen in bepaalde situaties aan moet. Wat ik met name leuk vind is de combinatie van vakken die je krijgt. Dus naast de rechtvakken krijg je ook communicatievakken. Aan de ene kant ben je dus bezig met het vergaren van kennis omtrent dus juridische vraagstukken. Maar daarnaast ben je ook maatschappelijk betrokken en dat vind ik heel erg leuk. Je moet geïnteresseerd zijn in het Nederlands rechtssysteem, je moet geïnteresseerd zijn in mensen, maar ook in hun problemen. En je moet houden van lezen, want dat doe je heel veel bij de opleiding. Ja, de sfeer van de opleiding SJD is eigenlijk heel erg informeel. Docenten zijn heel bereikbaar, en korte lijnen tussen studenten en docenten. Ik dacht dat ik de hele tijd met mijn neus in de boeken zou zitten en aan het eind van het eerste jaar alle wetten uit mijn hoofd zou leren, maar dat is niet zo. Je leest wel heel veel, maar dat wordt ook afgewisseld met heel veel praktijkopdrachten en communicatietrainingen. Ja, van tevoren, toen ik HBO ging doen, had ik meer het gevoel dat ik echt grote collegezalen, een beetje onpersoonlijk. Maar ja, je zit gewoon met 20 man in één lokaal, dus dat is eigenlijk best wel persoonlijk. En de leraren kennen je voornaam en zo, en wij kennen hun voornaam. Dus. SJD'ers komen in de volgende werkvelden terecht. Dat is wonen, veiligheid, schulddienstverlening, ouderen, jeugd, werk en inkomen, juridisch advies. Voorbeelden van organisaties en het juridisch loket, sociaal raadslieden, wonencorporaties, schulddienstverleningsbureaus, bewindvoeringsbureaus, jongerenloketten en leerplichtambtenaren. Meer weten? Ga naar www.hva.nl/sjd.